Ze bepalen al jaren het beeld van het buitenveer, maar toch moeten ze snel gekapt worden. 3 oude eiken. De bomen worden aangetast door de paddenstoelen, zoals de reuzenzwam, en ze lopen daardoor ziektes op. Omdat hij die zware wortels aanpakt die zeg maar voor de stabiliteit zorgen, zoals als het hard waait dat er niks gebeurt, ja, die zijn weg. En dan kan je vanaf de buitenkant niet goed inschatten hoe ernstig dat is. Ik weet van deze bomen dat het er al 2-3 jaar in zit, dus ik wil dat risico nu niet meer gaan nemen. Dus dan moeten ze gaan weg. Door het aantasten van de boom wordt het gevaar groter dat de bomen omvallen. En dat hoopt de gemeente met de kap te voorkomen. Hoe zonde dat ook is voor deze grote bomen. Ja, daar ben ik ook helemaal met ze eens. Is het ook. Het is ook de reden dat we ze gelijk terug gaan zetten. We gaan in een relatief grote maat terugzetten. Omzetmaat 30-35. Maar als beheerder van openbare ruimte moet je wel ervoor zorgen dat je risico's zoveel mogelijk uitsluit. En als je weet dat zoiets erin zit en ik gewoon niet kan garanderen dat een boom nog langer veilig is, ja, dan doe ik het altijd, pas ik het aan mezelf af. Als ik daar met mijn gezinnetje zou fietsen en er zou wat gebeuren, ja, dat kan ik niet uitleggen. En dat gaan we dus ook niet doen.